voor een structureel en langdurig goed verloop van het sociaal programma van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is een goed beleidsdocument nodig. Dit zei Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée van Suriname, bij de lancering van de Monicarta. Dit betaalmodel is bedoeld om maandelijks digitaal 1800 Surinaamse dollars te doen storten voor sociaal zwakkeren. B. zegt dat dit een stap is naar een beter financieel beleid. Want gelooft u mij, vandaag gaan we mensen een Monicarta geven, of uitbreiden daarvan, waar we hebben gemikt op 40.000 en 60.000. Maar wat zal de situatie over 3, 4, 5 jaar zijn? Ja, zal het ons lukken, ja, met het beleid dat we willen voeren om die mensen uit armoede te halen? Ja, want het bestaan om tangoro bigi. We moeten een moment bereiken met z'n allen waar we horen dat de behoefte nu niet 50 of 60.000 meer is, maar 30.000, 20.000 minder mensen die behoeftig zijn. En daarvoor heb je ondersteunende projecten nodig. Ik noem in deze onderwijs. Ja, mensen moeten daarin begeleid worden. Want geloof me, de eigen ik. Ik wil als mens niet afhankelijk zijn van de overheidssteun. Oraiki Dramsaran, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is het eens met B en zegt dat er vanuit zijn ministerie wordt gewerkt aan een goed verloop van dit programma. Ramsaran stelt dat dit slechts een additionele steun zal moeten zijn naar aanleiding van de economische situatie. Als sociaal verantwoordelijke regering, Satoki Brunswijk, was het zaak om additioneel voorzieningen te treffen voor in verband met de inflatie en de op handen zijnde afbouw van de subsidies. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is er vanaf het aantreden van deze regering conform het regeerakkoord, MOP, herstelplan en andere documenten gekeken hoe wij het volk steeds tegemoet kunnen komen. In dat kader was er een sociaal vangnet gecreëerd, bestaande uit verschillende voorzieningen, waaronder de uitkeringen, algemene ouderdagsvoorzieningen AOV, algemene kinderbijslag AKB, financiële bijstand mensen met een beperking en financiële bijstand voor de zwakke huishoudens. De uitkeringen zijn binnen 11 maanden, let wel, binnen 11 maanden vanaf het aantreden van deze regering tot 3 maal toe verhoogd. Ik kan u zeggen dat ik nog niet tevreden ben. De regering zelf heeft dat ook aangegeven dat wij verder kijken naar de mogelijkheden om de optoppingen verder te brengen. De bewindsman zegt niet helemaal tevreden te zijn en daarom verder te werken aan een structurele oplossing waarin elke burger wordt tegemoetgekomen.